Dames en heren, welkom bij de legendarische persconferentie tussen de fantastische sterren van de examenleerlingen en de andere team, wat we niet echt weten wat hun kwaliteiten zijn, maar ook natuurlijk niet te onderschatten, de docenten. Ja, Daniel Groenendijk van het maandblad Bal op het dak 7. Ik zie dat kort voor de wedstrijd er een trainerswissel is geweest. Ik zie Jeroen zitten, of ik zie Ommo zitten in plaats van Jeroen. Titia, Ommo, heb je daar iets? Ik ben benieuwd. Nou, ik kan nu al meteen verklappen. Voor elke positie hebben we gewoon twee goede spelers. Dus nou is hij het even. Bij de 4-3-3, als het wordt doorgeschoven, wie is dan verantwoordelijk voor de restverdediging? Ik moet zeggen dat we nog in de voorbereiding zijn en we hebben nog een week. Dus er zal nog wat te bespreken vallen en het zal allemaal goed komen. Maar ik wil één ding zeggen en dat is dat wij gewoon gaan winnen. Maakt niet uit, al hebben we 10 man op het veld. Ja. Wij gaan gewoon winnen, dus maakt helemaal niet uit. Precies. Yes, Simon Broen van Goethe International. Vraag aan Ommo. Zoals je ziet is de ploeg van de eindexamenkandidaat best wel overmoedig. Zien jullie dat als een voordeel? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat de wijsheid komt met jaren natuurlijk. Ja, het mogen duidelijk zijn. Ik ben geen echte voorstander van Italiaans voetbal. Ik hou van een beetje pit in de wedstrijd. Ja, Mark, ik heb geruchten gehoord. Je bent hartstikke enthousiast bezig voor deze wedstrijd. Zeker. Maar dat je volgend jaar wil gaan spelen met een compleet vervangen selectie. Hoe zit dat? Waar zit dan het vertrouwen in deze selectie? Nou, het MLA is een beetje het Ajax in het onderwijs. Dus wij verkopen snel naar het hoger onderwijs, naar wetenschappelijk onderwijs, MBO komt ook voor. Dus ja, dan dienen zich weer nieuwe jongens en meiden aan, moet ik ook zeggen. En die staan al klaar, die staan al te trappelen. Dus in die voorexamenjaren, daar zit ook heel veel talent. En daar zijn we nu eigenlijk al mee bezig om te scouten. Dus zover gaat het inmiddels. Ik heb een vraag voor de coach, Titia. Hoeveel zuurstofflessen zullen er aanwezig zijn voor uw team? Nou, eerlijk gezegd denk ik een beetje hetzelfde van de jongeren. Want jullie hebben natuurlijk enorm moeten energie moeten verspillen aan je examen. Of niet verspillen, heb je nodig gehad. Dus ik denk dat het aantal witte rode bloedlichaampjes bij jullie minder is dan bij ons docenten. Want die hebben enorm getraind. En ik heb mijn ploeg, heb ik gewoon per training enorm fit zien worden. Dus... ik denk dat jullie, nou ik vind het prima als jullie ons onderschatten, dat heb ik natuurlijk het liefst. Jeroen Bron, Voetbal International, vraag aan Ron Meijer. Ja. Zoals je hebt kunnen lezen is Palma Kroes als scheidsrechter aangesteld voor deze wedstrijd. Ja. In het verleden heb je enige aanvaringen met hem gehad. Hoe zie jij het weerzien voor je? Aanvaringen zou ik niet willen noemen. Ik en Palma Kroes hebben een beetje, ja weet je, als ik goed ben voor hem is hij goed voor mij. En als ik slecht ben voor hem is hij 10 keer slechter voor mij. Maar ik denk wel dat het een goede arbiter is en dat we er veel mee kunnen boeken. En ik heb vertrouwen in hem. Oké, dankjewel. Daniel Groenendijk, Bal op dak 7. Titia, je hebt de selectie zorgvuldig samengesteld. Er zijn ook spelers afgevallen, heb ik vernomen. Welke spelers waren echt teleurgesteld dat ze niet mee konden doen? Het hoort erbij dat iedereen een kans krijgt, maar natuurlijk laat ik dat voorop stellen. Ik wil winnen, wij gaan winnen, dus de beste blijven gewoon het langste in het veld, dat kan ik je nu al zeggen. Paul Wolf, AD Sport, vraag aan Mark. AD Sport? AD Sport. Oké, daar praat ik wel mee. Ja. Dankjewel. Je hebt net over werken met jeugdige spelers, dan schijnt de nieuwe generatie na een wedstrijd douchen met een onderbroek aan. Moet de wedstrijd eigenlijk dan nog wel gespeeld worden? Ja, daar voel ik ook wel, daar heb je wel een punt op, Paul, want daar voel ik ook wel een soort kloof. Hè? En die onderbroeken die blijven tegenwoordig aan, we hebben het alleen maar te respecteren. Jeroen Bron, Voetbal International. Nog een vraag aan Titia. In de media is er veel te doen over de positie van Schildmeijer. Toevallig heeft u hem ook vandaag meegenomen. Wij vragen ons natuurlijk allemaal af, is het nou een spits of is het een centrale verdediger? Nou, het fijne is natuurlijk dat hij allebei kan. Hè? Dus, en ik denk dat het heel erg afhangt van nogmaals de tegenstander waar ik hem op dat moment neerzet. Bijkomend voordeel is dat hij ook nog wiskundige is, dus hij ziet ook meteen waar de ruimte is. Hij kan de rechte ballen, hij heeft een enorme lange trap, dat is algemeen bekend. Hij heeft ook snelheid, dus wees blij dat je zo iemand in je team hebt. Dus het is eigenlijk een luxe probleem. En dan heb ik nog een vraag gelijk aan Schildmeijer. Je bent natuurlijk niet meer de jongste, hè? Dat weten we allemaal. Kan jij nog 19 te voetballen?
Na 90 minuten niet, maar 70 red ik wel. Misschien moet je dan toch op de bank beginnen. Ja, ik heb vernomen dat de wedstrijd 70 minuten duurt. Dus. Volgens mij, dat is toch die voorbereiding. Daniel Groenendijk, bal op het dak 7. De jongens hebben natuurlijk net eindexamen gedaan. Ze hebben een stapje gemaakt in volwassenheid. Maar omdat ze net eindexamen gedaan hebben, zijn de vragen wel of zij dinsdag fit aan de wedstrijd zullen beginnen. Hebben ze een huisarrest maandagavond of hoe werkt dat? We hebben ons vlekkeloos door de eindexamens heen geslagen en dat weten wij allemaal. We hebben er geen enkele stress bij ervaren en zijn ook niet meer vermoeid daardoor. Het enige nadeel is dat door de eindexamens zijn er een paar internationals niet opgeroepen voor het EK. Wat wel in ons voordeel kan werken, omdat zij nu volledig beschikbaar zijn voor ons. Dus ik zie het alleen maar als als iets positiefs dat we eindexamens hebben gedaan. Een vraag voor Titia. Zoals bekend is, zijn de twee sterspelers Berend en Michael zijn weinig komen opdagen op de training. Ja. Uiteraard, het publiek wil ze zien. Hè? Ja. Ze zijn natuurlijk de beste voetballers. Hoe ga je daarmee om? Nou, we spelen voor het publiek, maar nogmaals, we spelen voor het winnen. Hè? Dus als ik ze nodig heb, dan spelen ze wat mij betreft 70 minuten. Maar ik begin niet meteen met ze. Dat kan ik wel verklappen. Oké. Ja, ik heb nog een vraag voor Omaier. Wat denk jij zelf van de tegenstander? Tegenstander. Ze zijn allemaal gevaccineerd, dus dat is wel een voordeel voor hun. Maar ik weet het niet. We zullen zien. Ik hoor iedereen zeggen, ja, ik kan 70 minuten spelen. Maar ja, kunnen ze wel echt 70 minuten spelen? Ik wil het meemaken. Ik ben benieuwd. Ik hoop het. Hey. Nice.